beetje dreigend. Ja, doorlopen, anders ga je gewoon mee. Doorlopen. Meneer, mag ik vragen op grond waarvan we worden weggestuurd? Meneer? Mag ik vragen op grond waarvan we worden weggestuurd? Het lijkt me toch dat ik een normale vraag stel, of niet? Doorlopen. Sorry, ik ben aan het filmen. Zou ik u iets mogen vragen, meneer? Jij mag mij maar vragen, hoor. Weet u op grond waarvan deze mensen hier worden weggestuurd? Weggestuurd? Worden ze weggestuurd? Ze worden gevorderd. Er is al reeds één iemand aangehouden. Oh. Terwijl die op de openbare weg liep. Weet u dat? Nee. Ga ik nou even vragen. Oké. Kunt u het komen melden misschien? Ja, nee. Dat mag niet van mijn chef. Oh. Oké. Okay. Ja, ik hoor net dat je weg moet. Ja, maar weet u waarom? En dat is een bevel dat ik krijg, dus ik voer het uit. Ja, maar ik loop maar een uitvoerende, sorry. Ik loop toch ook? Ja, is goed. Oké, maar mag ik dan tijdens het lopen vragen waarom deze mensen worden gevorderd om weg te gaan? Alleen ik geef geen antwoord. U geeft geen antwoord? Omdat ik een opdracht krijg om u te vorderen hier. Nou, je weet niet maar waarom. Hoe kan, hoeft niet altijd, hè. Hoe kan u iemand vorderen die op de openbare weg staat terwijl er geen noodverordening is afgekondigd? Omdat wij politie zijn, hè. En die mag dat zomaar doen? Ja, met bepaalde gronden wel. En wat zijn de gronden in dit geval? Ja, die krijg ik van mijn chef. Krijg van mijn chef de opdracht. Hè? Ja, maar die gronden, kunt u die en noemen? Ik zeg net, ik ben uitvoerende. Dus ik voer nou de opdracht van mijn chef uit. Ja. Meer niet. Maar die gronden, u had het over dat er bepaalde gronden voor zijn. Ik had het niet over gronden. Ja, u zei er zijn bepaalde gronden voor. De opdrachten van mijn chef. Ja, en toen zei ik dat er geen noodverordening is afgekondigd. En toen zei u, ja, maar er zijn bepaalde gronden voor. Nee, ik had het over mijn chef. Die heeft mij een opdracht gegeven. Uw chef heeft gronden? Mijn chef heeft gronden. En u weet die gronden of niet? Nee. Die weet u niet eens? Oké, dan weet ik genoeg, bedankt. Nou, ik weet niet of ik over een antwoord op weet en geef. Oké, er is net één iemand in een busje gegooid. Weet jij hoe dat kan? Nee, ik weet er niks van. Dat weet je niet. Dat weet u niet dus. Nee. Waarom de mensen hier weg moeten, weet je dat? Ja, omdat ik net een... Maar de achterliggende reden van die vordering, weet u dat? Die vordering op openbare weg, overigens. Mijn chef weet dat. Uw chef heet dat. Die heeft mij de opdracht gegeven. Is uw chef hier aanwezig of niet? Ik ben uitvoerend. Die zal daar staan, maar dan mag jij niet bij komen. Dan mag je niet bij komen. Nee. En ook niet als ik mijn perskaart laat zien. Nee. Dan ook niet. Nee. En ook niet als ik mijn politieperskaart laat zien. Nee. Oeh, wat zegt u daar, meneer? Ik kan vertellen wat er aan de hand is. Wij hebben net de opdracht van mijn chef gehad om deze mensen even hier te houden. En niet bij je terrein. Ja, maar... Is dat steen is licht op. Kunt u zeggen wat hier aan de hand is? Helemaal niet. En waarom wordt de politie midden in de nacht opgeroepen, weet u dat? Ja, dat is ons werk, hè. Midden in de nacht. We hebben nachtdienst. Ja. Dus. We staan op dit moment bij de Sofia Spoortunnel. Oh. Bij Oud Alblas. Dat weet u, neem ik aan. Is dat hier? Dat is hier, inderdaad. Ik heb gehoord dat die bouwplaats al enige malen bezet is door Groen Front. Is toevallig dat heb misschien, ik ook op tv gezien, ja. Is misschien toevallig hetzelfde aan de hand op dit moment dat u hier aanwezig bent? Weet ik niet. Weet je ook niet. Oké. Ik kom uit Zwijndrecht. Dus
Sorry? We komen uit Zwijndrecht. Uit Zwijndrecht? Er werd ons gevraagd om hierheen te komen. Dus. Ah, oké. Okay. Vandaar. Dit is niet ons werkgebied officieel. Nee, oké. Maar u weet geen verwijderd dus al te veel? Nee, eigenlijk niet. Nee. Er komt weinig zin eens uit, zeg maar. Ja, maar daar ben ik ook geselecteerd voor de politie. Dus, ja, dat dacht ik al. Ja. Dus ja, dat zal toch goed zijn, hè? Oké, okay, dan. Bedankt. Dames en heren, goedemorgen. Mag ik u vriendelijk, toch zeer dringend verzoeken om u zich hier te verwijderen? Ja, nog verder dan. Naar Rotterdam toe of... Die kant uit. Gewoon die kant uit. Gaan we nog een eindje verder. Ja? Mag ik u vragen waarom dat is, meneer? Omdat ik u dat zeg. Ja, maar wat is de reden daarvan op openbare weg? Nou, dat weet u denk ik beter dan ik. Wat bedoelt u dan mee? Dat wij openbare weg bezaten, bedoelt u? Nee, maar even serieus. Kunt u zeggen waarom wij hier van openbaar terrein verwijderd worden? U hoort mij toch? U gaat gewoon die kant uit. Ja, maar ik weet de reden heb ik nog niet gehoord, meneer. Die heb ik ook net gezegd, omdat ik u dat vertel. Ja, maar de achtergronden, de achterliggende gedachten achter die reden die u, dat u me dat vertelt. Die krijgen we ook niet te horen. Want je moet niet naar de bekende weg gaan. Misschien moet u niet naar de bekende weg wijzen. Nou, dat is een bekende weg voor mij en die kant wijs ik u op. Ja, dus u doet het toch. Ja, okay. Ik doe het toch. Ja. Bedankt. Nee, ik vorder van u, dus de tweede keer. En dat is ook tevens de laatste keer. Rennen! Rennen!